samen met de historische plekgrote tafel vertellen ze het verhaal van de rijke historie van de oudste stad van Europa. Voor hun eigen veiligheid en die van hun medepassagiers is het van groot belang tijdens de vaart niet te gaan staan. Het rustige tempo waarin u vaart biedt u alle gelegenheid uitgebreid rond te kijken. Meneer bestaat om ons te zitten. Huh? Meneer moet wel gaan zitten. Dat is ook voor de andere passagiers. Ja. Meneer. 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 Oh, meneer. U bent opgestapt bij de Wijnbrug en de Grote Appelsteeg. Twee namen die al meteen verwijzen naar het handelsverleden van Dordrecht. De Wijnbrug is een zeer oude verbinding tussen Voorstraat en Wijnstraat en heeft zijn naam te danken aan de belangrijke wijnhandel in dit deel van de stad. We varen onder een Scheppersplein door. Het is eigenlijk geen plein, maar een overkluizing van de Voorstraatstraat. Deze overkluizing wordt gevormd door een goed ijzeren brugspan uit het midden van de 19e eeuw. Het wordt een uitgelezen standplaats voor de twee eenden. De eenden die u aan de rechterkant ziet, zijn er verschillende periodes. De eend van Jan Hulot is gemaakt in 2006. Albert Kuiper schilderde zijn eend meer dan 3,5 eeuw eerder, in 1647. Een van de grootste landschapsschilders van de Gouden Eeuw, die door alle kennis in de zonder de landschap uit. Dit schilderij laat zien dat het landschap niet zijn enige specialist was. Die schilderij heeft ongetwijfeld veel geleerd van zijn vader, Jacob Ruijten, met wie hij jarenlang geleerd heeft. Vader en zoon werkten zelfs voor meermaals samen aan het schilderij. Hun werk neemt in de collectie van het Dordrecht Museum. Vader en zoon zijn beide begraven in de Palestijnenkerk in Dordrecht. Het Scheppersplein dankt zijn naam aan de in Dordrecht geboren schilder Arie Schepper. Deze romantische schilder verhuisde al jong naar Parijs, waar hij carrière maakte als schilder van de dag. Uitgebreid tot een brede brug die geschikt is voor alle verkeer. In het verlengde van ligt de vis naar de vismarkt. Op de dag heb ze een 50 kramen en een groot kamer van het museum. Hier zit in het schilderij de Vismarkt, de jaagde wat Gerritsson Kuiper. Misschien heeft de Kuiper het schilderij een opdracht gemaakt. Bijvoorbeeld in een opdracht van het visboekerschil. De exacte weergave van de vissen en de nadruk op geld. Kuiper gaf de munten precies in het centrum van de compositie. Zo kunnen wij. Als visitekaartje heeft Kuiper rechts op aan het zichzelf geschreven. Het weer is in de manier. Het geeft alleen een beeld aan, maar zand, steun en helft lagen volop te kort op de vismarkt. De zand uit Maat en Merwede stond op vervelend toe aan nu. Zelfs die. De huizen langs de kerkstraat staan met de achtertuin in de zon. Ja, ik vind het wel mooi, die landschappen. Nee, in de haven. Dat is het werk van de stadsarchitect Itz. Eerder lag er een boot in de vangst. Toen deze vervangen moest worden, heeft de tijd dat nog een voetveertje op deze plek gevaren, omdat de Dordtenaren te lui waren om om te leggen. Straks, onder de brug, aan de linkerkant, komen wij weer de schilderij tegen. Vlak onder de vaartoppervlak zien we het visstilleven van Isa van Duinen. Van Duinen was de zoon van een vishandelaar in Dordrecht. Hij kende zijn onderwerp dus maar al te goed. En misschien heeft hij ook gekeken naar het werk van Jacob Kuiper. Die ook vissen heeft gezien, als hier was. Nou, dit was ooit een luxe hotel, denk ik. We zitten hier op de gat. Ja, we zijn er in de.
vlak voor de nieuw. Aan de rechterkant. Ja, leuk hè? Hier moet je elkaar eens doen. Antieke kunst. Dit was tevens bestuurslid van het Dordrecht Museum. Het schilderij De Noorden bij Nieuwpoort, van Marik Weissenbroek, is één van de topstukken uit Van Wildenbeeks collectie. Na zijn dood is dat in het Dordrecht Museum. De Dordrecht bij Maanlicht, geschilderd door Johan Bartolt Jonkind. Hij woonde in Frankrijk, maar reisde verschillende keren naar Dordrecht om die typische Hollandse stad vast te leggen. Als u nieuwsgierig bent geworden naar de plekjes, dan mag het water niet te zien worden. Oh, nou, eens een keertje door te lopen. Dit is een wandelroute langs de Rijn is de Monauwigheid. Een karakteristieke stadsgezondheid. Een prachtig uitzicht. Nog 50 minuten. Geld terug. En we gingen 2 uur. Maakt niet uit. Wat nu? 1, 2. Ja, je moet je goed oppassen. Althans, ik vind het wel meevallen, die trap.